Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag gaan we een legpress halen in Woubrugge. De Dutch Iron Office heeft een legpress gekocht. Een beetje in dezelfde range als we het al hadden van de Technogym Isotonic serie. Dus super vet. Alles hoort bij elkaar, alles leidt elkaar, dus dat is leuk. Dus het wordt nog gewoon een volwaardige gymadvies hebben. Dus ik neem je gezellig mee, gaan we even een Woubrugge ophalen. Daarna gaan we gelijk door naar de maandag. Dan gaan we benen trainen hier zo. En ga ik proberen een front squat pair neer te zetten. Blijf vooral kijken, wij gaan nu de legpress halen. Tot zo. Alright. Zo, we zijn er bijna. We zijn weer helemaal compleet in the middle of nowhere voor een legpress. Ik weet echt niet waar we zijn. Ik weet niet waar je me heen gestuurd hebt, Kevin, maar... Dat altijd mooie Woubrugge. Hoeveel bruggen? Dat weet ik niet. Wauw. Wauw. Ze zijn wel wauw. Wow. Ja. Wauw. Het is prachtig hier. Lekker weer ook, zonnetje schijnt. Mooie zaterdagmiddag. Kegeltjes geluid. Ja. De vlag moet erin, op mij zijn. Is dat betaald, denk ik? Of... Nee, we stelen hem gewoon. We zeggen gewoon niks. Wow. Als nieuw, hè? Als nieuw. Wat vind je ervan? Ja. Dondersmooi, dondersmooi. We zijn helemaal in the middle of nowhere. Maar we zijn er op deze mooie zonnige dag hebben gehaald. Ja, past perfect, hè? Prachtig. Ja, joh. Zo gaan? Ja. Wel lekker, man. Kijk eens, zo mooi, hè? Case closed. Verzwaaien, aju. Kind kan er wel zijn. Ja, dat was heel makkelijk voor ons. Dus legpress opgehaald, zit in de car. We gaan weer lekker terug naar het... Beloofde land. Beloofde land. Spakenburg. Maar een mooier dorp is er niet. Spakenburg verhaalt die. Poh. Lekker zeiknat alles. Ayato. Several days later. Het weekend is voorbij. Het is weer maandag. Maar dat betekent één ding. Vandaag lekker front squatten. Goede legpress ga ik vandaag weer neerzetten. De legprestaten. En die gaan we vandaag gewoon natuurlijk even uitproberen. Ik ga beginnen met opwarmen. Even lekker squeetje doe ik dan. Vooral in de temperaturen die we momenteel in januari hebben. Is het wel fijn om even verschillende oefeningen te doen. Om alles even een beetje te activeren. En jezelf een beetje te primen voor de zware lifts. Natuurlijk beginnen we altijd met shake erin. Beta-adrenaline, creatine en collageen. Anders kun je niet beginnen, dat weet je toch? Ik zelf gebruik voor de front squat altijd straps, omdat ik het altijd fijner vind, omdat je dan een beetje in die logpositie zit. Het schijnt te helpen, ik heb geen idee, ik heb zelf nooit zoveel problemen mee als een log op je borst ligt, dat je geen lucht hebt. Ja, bij 9 of 10 reps, maar daar hebben we het niet over, dat gaan we maar niet doen. Dus ik vind deze positie vind ik niet zo lekker, en dit kan ik helemaal in mijn mobiliteit, dus straps it is. Well, that's great. Als je afvraagt waarom ik een spiegel heb, nee, ik ben niet ijdel. Maar ik wil wel graag weten hoe diep ik ga met front squatten. Dus vandaar dat ik een mooie spiegel voor mijn squat rack neerzet. Nu 140 kilo op de bar, dus voelt allemaal nog lekker steady aan, allemaal stabiel. Ik heb wat vets te melden natuurlijk. 8 juli zal de sterkste man van Nederland in Winschoten zijn. Dat is de grote finale, daarvoor zijn er dus nog 2 voorrondes. Ik hoef de voorrondes dit jaar niet te doen. Top 4 van vorig jaar is al gelijk geplaatst, dus super fijn. Ja, vorig jaar 4e, het jaar ervoor 6e. Dus we gaan elk jaar hoger, gaan kijken hoe we dit jaar gaan komen. Het is nog weer vet nieuws, ik heb een samenwerking met Gouden Grip. Gouden Grip is een bedrijf wat verschillende soorten gripartikelen verkoopt. Dus om je onderarmen te trainen of gewoon wat wij in Stroman kennen, je general, gewoon de grip beter te krijgen. Als je naar mijn Instagram gaat, kun je al vet filmpjes zien die ik heb gemaakt met de handknijpers, met de grippers. En verder heb ik wat andere vette spullen van hun gekregen en die gaan jullie binnenkort natuurlijk in een vlog uitgebreid zien. Dus stay tuned. En sowieso al, mannen van Gouden Grip, thanks.
Zo, 180 voelde super goed. Ging lekker makkelijk. Techniek was lekker, dus ik had alleen bij het uitpakken. Hij voelt nu zwaar aan op de borst. Ik zou maar zeggen, hetgene wat ik dus zei, dat ik nooit had. Ik nu wel een klein beetje. Als ik hem uitpak, sta ik wel zo van, oh ja, kut. Dat is wel zwaar. Maar eenmaal zakken en omhoog gaan, valt allemaal reuze mee. Dus ik gooi er nu 200 kilo op en gaan we kijken hoe we daarmee kunnen. Dus fingers crossed. Lekker gedaan, Pik. Huh? Netjes, lekker gedaan. De camera? Ja. 200 kilo is dus gelukt. Ik wou nog voor een tweede rep gaan. Ging niet helemaal top. Maar ja, ik was er super blij met één rep. Want het is gewoon 200 kilo voor ons gehad, dus prima. En ja, Jody vindt geen het woord aan vuil maken. Geen woord aan vuil maken. Nee, prima. Ik ga nu leg pressen. En blij met een PR. Nu weer omlaag in gewicht. En dan gaan we weer langzaam 8 weken omhoog werken. Zo, mijn training zit er weer op. Goeie frontscot gehad. Best tevreden mee met één rep. Frontscot was niet mijn sterkste punt, dus ik ben blij dat het nu wel daar een beetje is gekomen. En een nieuwe leg press natuurlijk uitgeprobeerd, die zoals je kon zien samen met G-Luke heb opgehaald. En ja, top ding. Heel blij mee. Werkt lekker, werkt soepel. Gaan we even het sterke been op kweken. Dus thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zeg even wat je ervan vond. En dan zie ik je de volgende keer weer. Dus, doei!